MVV wist de laatste vijf wedstrijden te winnen bij Go Ahead Andrade in de basis. Ten koste van Langendijk. En Bliek speelt omdat Veldmaten geblesseerd is. Openingsfase is voor Go Ahead. Van de Venne en Verheid. En Koomans met een goede reactie, de doelman van MVV. MVV dat vorige week won bij Den Bosch. Tweede staat in de derde periode. Bos. Buitenom van Moorsel. Navratiel zou ook kunnen. Lelievelds kiest voor de optie. Navratiel. Is in de strafschop. Hichler wil er niet aan. De overtreding. De vermeende overtreding van Lavallée. Ja, met twijfel gewoon niet doen. We zitten inmiddels in de tweede helft. Go Ahead bovenliggend, maar echt uitgespeelde kansen zijn er niet geweest in de Adelaarshorst. Van Moorsel. Van de Venne. De paal, pech voor Go Ahead. En zo komt de ploeg van Stegeman steeds dichter bij de goal van Koopmans. Ja, Go Ahead heeft recht te zetten natuurlijk naar de 6-1 afstraffing op het kasteel afgelopen zondag. Van de Venne, Andrade. Andrade, sinds tijden weer eens in de basis dus bij Go Ahead. Andrade en Koopmans verkijkt zich op het schot van Andrade. En zo staat Go Ahead Eagles in de slotfase op een 1-0 voorsprong. De eerste goal van dit seizoen van Andrade. We zitten inmiddels in blessuretijd. Koopmans en invallen Pauwels. Die scoorde ook al in de uitwedstrijd die Go Ahead wist te winnen. En nu dus weer. Komt van de amateurs van Dalsen, waar ook een René Eikenkamp ooit groot werd. En Pauwels schaakt hier doelman Koopmans. En zo wint Go Ahead met 2-0. En is MVV de goede uitgangspositie in de derde periode kwijt. Maar daar malen deze supporters niet om.